Sorry, maar die ging wel te snel. Wat een plaatje. En dan had je naast de lift dat smalle stukje, waar iedereen bij elkaar kwam om naar beneden te gaan. Hier hebben ze... Dat ziet er lekker uit zo. Nog dichter. Ja, nieuwe reling helemaal. En echt een heel breed pad is het. Dit was altijd smal waar al die klasjes problemen hadden. Ja. Oh, dit is een verbetering zeg. Oh, dit is goed voor Ehrwald. Ja. Nou blijft het liggen. De eerste echte sneeuw die blijft liggen. Hoi. Hallo. Daar zijn we weer. Dit keer vanuit de sneeuw. Vanuit de sneeuw. Het sneeuwt. Ja, ziet er weer mooi uit. Ja, het is heel mooi. Ja. Ja. Nou, in deze vlog... maak ik een klein ongelukje. Ja. En gaat onze badkamer eraan. Ja. We gaan naar de opbouw van Reutte on ijs. Ja. De grote schaatsbaan. Ja. En we gaan van de allerlaatste keer de Ehrwalder Alm op. Ja. Laatste dag dat de lift rijdt. Wordt een soort traditie. Ja, laatste dag dat de lift rijdt. Ja, gaan we even naar boven. Laten zien hoe de piste verbreed is. Hè? We gaan naar de Almsee. Gaan we naar de Almsee. En de piste is verbreed. Ontzettend. Ja, daar zijn we blij mee. En we hebben wat droombeelden geprobeerd te maken. Ja, eerst de droombeelden. Maar eerst ga ik de badkuip eruit slopen. En in stukjes zagen. Want anders past hij niet in de container. Zagen? Ja. Ja, zagen. Met wat? Ja. Nou, dan gaan we naar kijken dan, hè? Ja, lekker kijken. Onze badkamer op de schop. Heel goed iedereen. Nou, het hakken is klaar. En dan moet de stroom verleggen. Een gleufje maken in de muur. Stroom verleggen voor de spiegels. Kale boel. Wel een grote badkamer zo. Alleen je hebt er niks aan. Ja. Het is mooi weer. En de hond heeft het ook naar zijn zin. Ja, wat ga je doen? Ja, daar gaat de badkuip. Oh. Dan moet de container in, dat past zo niet. Dus doei! Hij is harder dan te verwachten. Dus het wordt hem niet. Nee, denk het niet. Kwaliteitje, hè? Ja, nou de randen zijn door. Dan kan hem omdraaien. Zo meteen. Dat ging sneller. Nou, dat gaat sneller. Nooit meer in bad. Voorlopig geen bad meer. dort sein. Dan was hij in twee. Nou. Holla die hé. Holla die hé. Nou, ik moet er nu in passen. Ik hoop dat die polyester zo even gaat. Ben je er blij mee? Ja. Het is wel allemaal polyester zooi nu, hè? Ja. Dat gaan we zo opruimen. Ah. Nou, hij is in tweeën. Hij is in tweeën. Ik laat nog even de bergtoppen zien. Nog een beetje sneeuw. Beetje sneeuw nog. Ja, ook nog een beetje. Oeh, afstapje. De lawinehekjes. Nou. Komt nog wel een filmpje dat het allemaal wit ziet. Kunnen we hier weer over skiën. Zo naar beneden naar de lift. Nou, de plantenbakken met de geraniums weer naar beneden. René is daarboven bezig om de laatste bakje naar binnen te halen. Hier moeten we nog één, geloof ik. Hier staan er, die hadden we even geleend van Herbert. Die ging ze wegdoen en we hadden zoiets van, nou geef ze nog maar even hier. Wij vinden dat wel leuk. En als het goed is, komt René zo naar buiten. Dan kunnen we de laatste bak naar beneden halen. Laatste twee. Heeft er nog één als het goed is. Ja, ik zei het al. Laatste geraniums. Ja. Dan is het weer klaar, winterklaar. Aha. Jammer hoor. Oh, je had die al vastgebonden. Ja, gezelligheid gaat eruit zo. Nou ja, kerstverlichting. Ja. Over een paar weken. Het is even nu kaal. Hup, daar komt ie. Ik ga hem aanpakken. Nou zeg. Bemoei jij er niet mee? Oh, vind je het ook jammer? Ja, jammer hè? Bakjes weer hè, overal. Hè? Je hebt aardig wat bakjes weer staan. Ja. Oh. Nou, ik ga hem losmaken. En dit is de laatste. Ja, joepie. Ik ga deze even losmaken. Ja. Want die ongedulden, die kunnen niet langer wachten. Hé joh, hou je grote mond. Sst. Draak. Sst. Nee, sst, klaar. Klaar. Nou, fruitje gaat hem even losmaken. Jo. Waar is die? Daar is die. Ons vernuftige systeem. Haak met touw. Je hebt twee handen nodig. Hè? Twee handen nodig. Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Zo door de camera kijkend is het een beetje lastig om te zien. Ja, hij is los. Zo. Daar gaat hij. Hoppa. Nog één. Dan zijn we klaar. Nou ja, niet helemaal, want dan... ik wou net zeggen, dan moeten ze er nog uit. En de aarde weg. Hoppa. Eeuw. Oh, touchdown. Dat was die. Ja. Mijn vinger ervoor. Oh. Nou, ik ga het maar ophangen, dat is makkelijker. Zo, we zitten in de lift. Ehrwalder Almlift. Dus de laatste dag dat die open is. En we gaan nog even boven kijken. Het heeft gesneeuwd, maar het is best wel warm, dus het dooit ook weer hard. En van de week komt er nog meer sneeuw, maar dan rijdt de lift niet. Dan ga ik niet naar boven. Dus we gaan even kijken. Gezellig. Tijd, hè? Ja. De Zugspitze. Ik ga even de Zugspitze laten zien. Die is nog wel mooi met wit. En daar ook nog wat witte bergtoppen. En daar beneden zijn ze aan het verbouwen. Ja, het lifthuis. En de winkel. Skivuur. Ja. Nou, we zijn boven bij de lift. Hele nieuwe uitgang, ingang. Nog niet in gebruik, maar we zijn door een andere uitgang gekomen. Ja. Het trollenhuis nog open. Laatste dag. En we gaan nou lekker... Ja, je kan tickets krijgen daar. Of je nog wat te eten krijgt, weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. We gaan het meertje bekijken. Ja, we gaan het meertje bekijken. De Ehrwalder Almsee. Het is nog wel een beetje wit. Sneeuwpoppen gemaakt daar. Ja, het is 9 graden, dus het gaat hard. Hey, dat is dezelfde eigenaar als die van Das View bij Berwang. In ieder geval hetzelfde postertje. Met het man met het hoedje, ah, ja. En snorbaard en bril. Ja, ja, inderdaad. Oh, blauw, wolken, sneeuw, gras. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Sneeuwpoppen die nog ingestort zijn. En de altijd mooie Zugspitze. Ja. Daarboven de lift. Ja. Het restaurant wordt ook weer opgebouwd daar. Ja. Nou, we gaan een stukje lopen. Zo. En de Almzee. De Almzee. Kijk eens hé. Wat een plaatje. En de Zugspitze weer. Nou, schommelstoel, oftewel stoeltjeslift, schommelstoel. Ja. Deze heeft bij de Isentalkopf, daar die lift, heeft hij gedraaid van 1983 tot 2014. Het is stoel nummer 193 van de 197. 2-persoons stoeltjes. Ja, nummers. Dan kan je er lekker op schommelen. Nummer staat achterop. En dan heb je uitzicht. Oh, en wat voor uitzicht. En hij is te vinden bij de Almzee. Hij is gewoon ja. Lekker. Ja, dat dacht ik al. Dat ziet er lekker uit zo. Of nog dicht dan? Oh nee, dat kan niet. Hebben ze vastgezet. Hij kan niet meer dicht. Nee, dat is logisch. Niet te hoog hè, want anders vloep je zo de afgrond in. Vloep zo naar beneden. Lekker hoor. Dat dacht ik al. Ja. Ehrwalder Almsee. Nou, we zijn gestart daarboven. Bij die bankjes. Ja. Dat is de Ehrwalder Almsee. En dan zijn we zo het paadje naar beneden gelopen. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. Want dit is voor ons ook een nieuw paadje. Daar zijn er nog vele van. Ja, oh, zeker weet je. We hebben denk ik 1% van de paden gehad in de omgeving. Ja. Dus we gaan het paadje volgen. Er moet hier nog een meertje zijn ergens. Ja, ja, absoluut wel. Dus die gaan we even zoeken. Hè? Ja. Op zoek naar het meertje. Nou, en wat zien we dan? Een soort kasteeltje. Mini kasteel, een brug. Er stond privé grondstuk. Eigenlijk mag je hier dus niet naartoe. Maar ik denk wel dat we het watertje hebben gevonden wat we wilden vinden. Oh, dit is Didi's Wasserschloss. En boven had je al Didi's hutje. Ja. Dus eigenlijk is het eigendom van Didi, denk ik. Het is niet echt een meertje of zo, hè? Nee. Een waterrad zie ik. Die draait niet. Het is wel leuk. Het is leuk voor de kids. Maar ja, er stond privégrondstuk, dus eigenlijk mag je hier niet komen, stond er. Maar... oh, vlot kunnen ze zich overtrekken. Je kan met vlot, hè? Ja. Gevaar, danger. Nou, het is wel heel grappig dit, hè? Nou, gaan we daar weer omhoog en dan zien we wel waar we uitkomen, hè? Toch? Nou, hier ligt nog wel wat sneeuw waar we doorheen moeten. Leuk watertje. Ja, ik was even het watertje aan het filmen. Hallo. Zit je in je castle? Ja. En hoe is het daar binnen? Ja, openluchtkasteel. Oh, openluchtkasteel. Er zit geen dak op. Gaat. Nee. Vogelnestjes. Nou, wel een leuk rond poortje, hè? Het ziet er wel leuk uit. Idyllisch plekje zo hier. Kan je leuk even een picknickje doen. Zo bij het water. Je moet wel naar de wc zijn geweest, want anders moet je acuut. Nou, we gaan weer door. Kijken wat we nog meer tegenkomen. Ja, hartstikke leuk. Zo. Nou, van het kasteeltje met het watertje. Ja. Kom weer bij het bospad uit. Ja. Maar we kunnen kiezen tussen de... rode piste. Ja, naar beneden. Of het bospad, blauw. Of het bospad, blauw. Grappig, hè? Ja. Nou, dan, wij lopen daar zo heen. Volgens mij komen de sneeuwwolken aan. Ja. Het zijn aardige wolkjes. Zou vanavond vannacht weer gaan sneeuwen. Ja. Dus... de donkere wolken zijn in aantocht met de sneeuw. Ik denk wel dat het klopt. Ja. Mijn oren worden ook frisjes. Ja, je had je muts op moeten doen. Ja. Je bent niet goed gemutst vandaag. Nee. We moeten weer even aan wennen, hè? Ja. Mutstijd. Sok aan, muts aan. Ja, lange broek. Geen korte broek. Ik denk dat ik linksaf ga. Bospad over. Afsnijden. Ja. Moet lukken, toch? Ja, ja. Een aardige berggeiten geworden inmiddels. Ja. Dus dan gaat dit ook wel lukken. Steken we de rode piste over. Naar het bospad. En dan loop je ineens op het bospad. Op het bospad. Waar we straks skiën. Ja. Als we zin hebben om over het bospad te gaan. echt wel leuk wat meid. We gaan wel zo slingen hier. Zo door. Ja, rodelen gaat ook over dit pad. Ja. Van boven, vanaf de lift waar we gekomen zijn, ga je helemaal blauw naar beneden. Dus meestal in het hoogseizoen op dinsdagavond en op vrijdagavond. Ja. En dat gaan we zeker wel weer doen. De verlichting voor de rodelbaan. Daar is de gondel. Boven mijn hoofd. Ja, boven je hoofd de gondel. Ja. Het bospad gaat er onderdoor. En wij gaan te voet naar beneden. Ja. Misschien krijgen we er spijt van. Nou, naar beneden is nooit zo erg. Nee. Ga je wel voelen, maar het is niet zo inspannend als omhoog. Nee, precies. Nou, bospad af. En dan ga je of in die bocht staan, wacht op de rest, of je gaat de korte bocht door. En dan ga je door naar beneden. Ja. Wij gaan meestal door. En dan staan wij meestal aan het einde van dit pad stil, op de skis. Ongeveer daar beneden bij die bomen. Totdat iedereen waar die hekken zijn. Tot iedereen er weer is, ja. Het is echt zo'n verzamelplaats. En vroeger was hier, bij dat hutje, was ook nog een apres-ski hutje. Ja. Dat was een heel leuk plekje. Dan zijn we nog eens een keer met de bank door het sneeuw gezakt. Jammer. Zaten we te veel aan één kant en het was gelijk ploep. Jammer dat hij dicht is. Ja, het is jammer dat hij dicht is. Dan had je hier ook een muziekje altijd. Als je dan hier ging skiën, dan had je even gezellige muziek. Of rodelen. Of rodelen, ja. Dan kon je ook een drankje doen. Maar dat is niet meer helaas. Was denk ik niet lonend. Ik weet het niet. Maar we zijn lekker aan de wandel. Ja. Nou, hier gaat de lift. We komen daar van boven. En ik vind het wel een hele leuke route. En we gaan naar beneden. Ja, ik zei net al, we kunnen dit ook een keer met de fiets doen. Ja. Dat is leuker dan het standaard weggetje wat ervoor is. Dit is echt een leuke route. Ja, zo door het bos. Hè? Bospaadjes. Ja. Leuk hoor. Ik hobbel een beetje, maar... Dat komt omdat we bergafwaarts over de steen hobbelen. Leuk. Oeh, zie je? Dat bedoel ik. Leuk bospad om ja, dat moet je wel weten dan. Ja. Niks plek, niks onthouden. Waar jij altijd naar boven gaat, waar vroeger dat hutje was, waar je wat kon drinken. Daar moet je dan naar boven en dan moet je naar beneden tussen de bomen door. Ja. We gaan hem opzoeken als de sneeuw ligt en we kunnen skiën. Ja, zeker weten. Bij de lift uit. En dan had je naast de lift dat smalle stukje, waar iedereen bij elkaar kwam om naar beneden te gaan. Die hebben ze verbreed. Ja, want je komt hier dan, daar van rood. En daar hebben die twee paden die bij elkaar komen. Dat soort door het bos heen en dat andere lange blauwe stuk. Daar kwamen de drie banen, drie pistes bij elkaar. Ja. Dan heb je daar de hut. En dan kon je zo weer de lift in of naar beneden door. En dat was smal. Nou, de lift... Er komen twee hondjes aanrennen. Ja. Allemaal nieuwe sneeuwkanonnen. Ja, daarachter staat en er ook in. Het brede pad helemaal. Netjes afgezet. Ja. Dus we hebben ooit meegemaakt dat Christian zijn sleetje verloor. Die ging zo ploep, hier over de rand. Ja, nieuwe reling helemaal. En echt een heel breed pad is het. Ja, dat wordt wel een stuk beter denk ik na mijn skiën. Ja, dit wordt super. Dit was altijd smal waar al die klasjes problemen hadden. Ja. Geulen, de hobbels en de bobbels en een soort smalle bobbelpiste naar beneden. Ah, niet dit stel, maar wel vervelend. Dit voor, is super man. Ja. Ja, allemaal sneeuwkanonnen. Heel veel sneeuwkanonnen. Dus. Leuk. Snel. Ja. Ja, dit is wel heel breed geworden. Oh, lekker. Dit is een verbetering zeg. Oh, dit is goed voor Ehrwald. Ja. Hier worden we blij van. Ja, zeker. Ja, blokketje, nieuw dak erop. Ja. Volgens mij is Listerbaar ook in een nieuw verfje gestoken. Ja. Oh, de letters is ook zo duidelijk. Ja. Nou. Het ziet er weer mooi uit en daar helemaal bovenin, dat kunnen mensen misschien niet zien, maar Daar is dat andere liftstation van de Isental. Ja. Dan ga je door naar het volgende gebied. Dat noemen wij altijd de geitenlift. Ja. Want daar boven die bergen staan daar altijd van die, die steengeitjes, van die steenbokken. Hartstikke leuk. Ja, en dan kan je door naar het volgende gebied, hè, daarachter. Ja. Nou, we gaan weer verder naar beneden lopen. Ja, want de wolken zijn wat donker daarachterin. Ja. En voordat het sneeuw valt, wil ik in de auto zitten. Nou, normaal ski je altijd langs die hutjes. En dan achter deze boom was een heel smal stuk met hobbels. En achter het hek. En nu... Dan kwam je daar, waar nu gras is, kwam je daar uit. Ja, en nu... En nu is dat aarde erbij gekomen. Ga je hierover. En misschien dat stukje nog. Dat zal ook nog wel open zijn. Ah, dit wordt echt heel anders. Dan kan je daar tussendoor skiën. Dat is leuk. Ja. Kijk eens. Dit wordt even... En met roden is het ook heel leuk. Ja. Hele brede piste hoor. He. Oh, ik verheug me op het seizoen. Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Verheug me op de eerste baan skiën weer. Ja, en laten we het zien. Wat wordt dat anders zeg. Hey, ben jij aan het doen? Brievenbus ophangen. Hebben we eindelijk een goede brievenbus. Is dat lelijke witte ding daar weg bij de deur? Ja. Oh, daar zag ik niks meer. Oh. De club. Nou, hij zit vast volgens mij. Hij kan niet vaster dan dit. Oh, we moeten even de sleutel hebben. Had jij die ergens? Oh, hier liggen ze. Ja, die lagen allemaal bij elkaar. Zo. Meneer de postbode. Kijk eens. Zo. Jij een sleutel, ik een sleutel. Familie van Britsum en de brievenbus. Ja, de brievenbus hangt recht. Familie van Britsum niet. Nee, niet. Dat heb ik gedaan. Dus sorry daarvoor. Maar pas wel bij de deur, hè, zo. Ja, volgens mij wel. Ja, matchie-matchie. Moet, hè? Een beetje matchie-matchie. Nou, gaan we weer verder. Doei. De wolken komen over de berg heen, alsof ze in de brand staan. René, ja. Wat heb jij daar gedaan in mijn plafonnetje boven me over? Sorry, maar die ging wat te snel. Ik moest ruimte maken voor de wc-pot. Het is leuk en, als je professioneel... Ja, dat is anders dan het bijtotje naam. Ja. Dus het ging wat sneller. Ja. Ik zat er doorheen, sorry. Ja. Ik ga het weer dicht smeren. Ja. Beloof het je. Ja. Maar ja, misschien is nou wel de keuken hoog genoeg voor professioneel gebruik. Ja, ik denk het ook. Ja, we kunnen gelijk zien dat we niet omhoog kunnen. Nee, dan kunnen we. Wisten we al eigenlijk wel, maar. Foutje. Dan zitten we echt in de slaapkamers. Dan moeten we daar alles in korten. Ja, je wou de wc gedraaid hebben, dus daar moest ik ruimte voor maken. Ja. Geef mij maar weer de schuld. Ja, als jij bent gewoon losgegaan. Nee, nee, ik vond het wel leuk. Jij bent gewoon losgegaan met dat ding. En ja, ineens dacht ik, wat gebeurt er hier? En ik heb het al wel opgeruimd. Ja. Had ik eigenlijk niet moeten doen, want je had kunnen zien dan wat voor een zooi er was. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja. Er zit een gaatje in mijn plafond, hè? En de wc-pot staat op zijn plek. Dus nog niet, het riool zit op zijn plek. Het riool zit op zijn plek. Dus je kan de wc draaien. Ja. Dan kan je gewoon met je knieën er goed bij. En nou nog wc'tjes zien te vinden. Ja, die moet je ook even uitzoeken. Dus dat, ja, ik weet het. Maar... En het gat moet ik weer even maken. Ja, ben je er ook niet meer eens? Hangende wc's lukt allemaal niet. Nee, Millie ook niet. Nee, mag dat niet voor jou? Nee, ja, je krijgt wel kusjes. Dus, ja, jij wel. Zij vindt het niet zo erg. Nee, zij vindt het niet erg. Nee, precies. Ze vindt me gewoon nog lief. Ja. Nou, het wordt weer netjes. Hè? Ja, natuurlijk wel. Dan kan ik gaan kijken welke wc's we gaan plaatsen, want... Echt hangende wc's gaan hem niet worden. Nee. Het is eigenlijk overal te klein. Ja. Maar ik heb wat anders gezien. Maar dat krijgen jullie nog wel te zien. Want ik weet niet of dat gaat lukken. En als dat gaat lukken, dan hebben we hele bijzondere wc's. Met een gat in het plafond. Ja, die is dan weer dicht als het goed is. Als het gaat lekker daar, dan weet ik waar het er komt. Hè? Heb ik niet goed gedaan. Dat is lekker. Lekker hoor. Nou, wordt vervolgd deze story. Ja, we gaan ons best doen. Ja. Ja, mooi gat. Kijk er nog maar eens naar. Ja, sorry. Ja. Fijn hoor. Ja, doei. Nou, de tegelzetter is net weg. Ja, de tegelzetter is net weg. Hij gaat hard. Hij gaat lekker. Ja, douchepak zit erin. Kijk hoor, kamer 1. Tudu. Hey, mooi hè? Ja. Donker wandje. En de vloer zit in de chat. Ja, de vloer zit in de chat. Dan kunnen daar de tegeltjes ook op. Oh, hij heeft je douchebak wel netjes afgeplakt, gelukkig. Ja. Nou, ik zie wel een kloddertje zitten. Misschien moeten we dat even weghalen naar die weg is. Voordat het aankoekt. Ja. Nou, ga ik eens even door hoor. Kamer 2. Heeft hij daar ook nog wat gedaan? Oh ja, ook de vloer in de chat. Ja, de vloer in de chat. Dat is ook al bijna goed zo. Ja. Ja, muurtje. Daar komt het meubel tegenaan. Verwarming had je zwart gemaakt al. Ja, ik wou eigenlijk de familiekamer ook zwart maken, maar dat kan niet. Een beetje wit. Oh ja, nee, dat kan niet. Dat gaat niet. Even kijken hoor. Hier zit ook alles in de chat. Eens even kijken. Doucheputje erin. Oh, ja. Dit wordt helemaal vlak. Het loopt op afschot, zo gezegd. Ja, loopt helemaal op afschot. Ja, deze hebben we wit gelaten. Ja, die is al zo klein. Dat was al, hè? Dit. Ja. Nou, dus dat is, vloertje in orde. Ja. Daar kon jij geen douchebak in doen. Dat was niet te doen. Nee, dat is fijn. Nou, die was al klaar. Ja, die was al. Er is geen licht, of wel? Nee, daar zit geen licht. Nou, daar zien we niks, maar die hadden we al gefilmd. Dus die hebben jullie al gezien als het goed is. Nou, dan... Wat een zootje, hè? Kanonnen. Ja. Het moet eerst een zootje worden voordat het mooi wordt, hè? Ja. Hier ook. Vloertje in de chat. Vloertje in de chat. En, de muur, de korte muur, de lange muur moet nog, de andere muur moet gedaan worden waar de wc komt. Hier komt wastafelmeubel tegen. Een beetje houtlook. Dan steekt het lekker af. Ja. En die zit in de chat zoals je zegt. En dan, dag, bruine tegels. Alles weg. Ja. De vloer zit in de smurrie. Ja. Nou, toppie, hè? Ja. Toppie-joppie. Ik hoop wel dat die douchebak schoon wordt, maar dat zal gaat er een beetje op lijken. Heb je douchebak lelijk gemaakt? Kijk. Ja. Morgen komt hij niet, feestdag. Ja, kerkelijke feestdag. Ja, dus en dan donderdag weer. Ja. Komt goed. Gaan we nou, dat was de update. En, hij lust een biertje, zullen we maar zeggen. Maar dat lusten ze hier allemaal. We zijn in Reutte. En daar zijn ze bezig met de schaatsbaan. Die gaat 17 november open. Mensen die willen komen skiën in januari. Ja, kunnen ze ook schaatsen. Dus neem je schaatsen mee. Nou, koelinstallatie staat er te draaien. Dus het is echt ijs. Reutte! Kijk eens. Nou, ze zijn al dikke laag ijs aan het bouwen, ja, opbouwen. Ja, er ligt wel ijs onder. Ja. Dus het ziet er leuk uit, loopt helemaal door. Ja, er komen kraampjes daar in het midden. En... ja. Nou, de andere kant. 'S'avonds helemaal verlicht. Ruchtrover, komen allemaal kraampjes komen er. Daar zijn ze ook al mee bezig. En hij is echt onwijs lang is die. Twee baans weg. Hij is echt lang die baan. Je kan helemaal rondjes schaatsen. Ja. Leuk. Loop helemaal door naar achter. Daar staan nog meer koelmachines. Kijk eens hé. Zo. Hij is echt lang die schaatsbaan. Nou. Hier heb je... een heel plein weer. Hier een heel plein. Buizen zijn ook goed bevroren. Ja, leuk. Berg op de achtergrond. Ja. Wc-huisjes erachter. Ja, het is echt groot hoor. Hey. Heel plein hier. Een lekkere dag vandaag. Zonnetje, beetje fris, wel heel erg lekker. Maar ze hebben voor vanavond sneeuw voorspeld. En ik denk dat er wel wat onderweg is. Het begint frisser te worden, wolken worden donker. Ik ben benieuwd. Zien we morgenochtend of vanavond. Wat je buiten, Millie? Oh, wegsneeuw. Kijk, Pien. Nou blijft het liggen. De eerste echte sneeuw die blijft liggen. Wow. Ga maar kijken. Vind je altijd zo fijn, hè? Sneeuw. Ja, het wordt echt wit, hoor. Pien. Ja, kijk maar naar boven, hè. Lekker sneeuwen. Lekker. Lekker hè? Ik ga me maar nat maken hè? Sneeuw komt hè meiden? Oh lekker hè? Lekker hè Millie? Ja, nou goed. Ja, het blijft nou liggen. Het is nu koud genoeg. Ik ben benieuwd. Morgen een laagje ligt als het zo door blijft. Ja. Het zijn lekkere grote vlokken, hè? Ja, dat is ook mooi lekker. Ja. Toppen. Mooi, hè? Krijgen we weer een witte wereld. Ja. Even afwachten. Het gras wordt langzaam wit. Ja. Dat is lekker, meiden. Sneeuw. Nou, jullie blijven denk ik wel even buiten nog, hè? Ja. Nou, dat was hem weer. Geen uur, hè? Geen uur, dat was de vorige keer. Nee, ja, we zijn natuurlijk nu aan het klussen, dus de vlogs worden wat korter. Ja. Seizoensroeën, dus hebben we dat. Ja, dan gebeurt dat. Ja, maar ja, hoe vinden jullie het worden tot nu toe, de badkamers? Ja, we zijn flink bezig met de badkamers. Ja. Je kan wel een klein beetje zien. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Ja. Wij hebben gedacht, lekker neutraal, hè? Ja. Antraciet met wit. En ja, wat vind je van de skipistes? Wij zijn er blij mee dat die zo breed wordt. Ja, het was echt altijd een rotstuk voor skiklasjes, ook het laatste stuk. En met rodelen, veel gaaf en zo. Ja. Ik kan niet wachten om de eerste afdaling te pakken daar. Ja, meestal wilde je doorskiën, maar dat kon dan niet. En dan, juist omdat je niet kan doorskiën, wordt het lastiger. Dus het is gewoon lekker dat het nu breed is. Ik ben er wel blij mee. Ja. Ik hoop jullie ook. Ja, nou, ik denk het wel. Voor de skiers. Ja, de skiers die het kennen daar in Ehrwald, die zullen ook denken van, oh, dat is wel lekker, dat is wel fijn. Ja, hadden ze eerder moeten doen. Ja, precies. Nou, en dan in de volgende vlog, nou ja, we gaan door met klussen. Ja, door met klussen. Mooie wc-potten komen binnen. Ja, we hebben een hele fancy design wc-potten besteld. Ja. Ja, dat is toch zo? Ja, vind ik wel. Ja, we konden geen hangende wc's, dus we moesten even dan out of the box denken. Wat anders, wat leuks. En ik denk dat we wel wat leuks gevonden hebben. Dus, ja, zeker wel. Ja. Die komen binnen, dus ik ben benieuwd. Dus nou, we gaan volop aan de bak. Ja, en, alles afmonteren, aansluiten en de douchewand in elkaar knutselen. En je ziet het allemaal in de volgende vlog. Dus blijf kijken en tot de volgende, zou ik zeggen. Doei! Doei!